In de nacht van dinsdag op woensdag is brand ontstaan in een loods aan de Rauwenbosweg bij Weurt. Nadat de brand onder controle was, is een aantal trailers gevonden door de politie. En deze waren ingericht voor illegale activiteiten, volgens politieagent en officier van dienst Peter Smit. We kregen zeggen iets na tweeën vannacht de melding van een brand. Natuurlijk is dat in eerste instantie voor de brandweer, maar wij hebben er ook een bepaalde taak in. Toen zij hier aankwamen, toen zagen ze al dat de vlammen uit het dak kwamen. Dus toen hebben wij de boel afgezet, zodat de brandweer zo goed mogelijk hun werk kon doen. Die hebben al vroegtijdig opgeschaald vanwege de grootte van de brand. Toen het wat rustiger werd qua brand, konden collega's ook iets meer onderzoek doen in de omgeving. En troffen wij buiten de loods, op de binnenplaats, twee trailers aan die naar ons idee geschikt zijn voor de kweek van hennep. En we troffen ook nog een derde trailer aan met goederen die daar ook voor in aanmerking komen. In de maand tijd waren er al vaker branden in vrachtwagens in de omgeving van de loods. De politie houdt in het onderzoek rekening met een verband tussen de vuurzeeën. De afgelopen weken hebben we inderdaad een aantal branden hier gehad, waarvan wij het vermoeden hebben dat er sprake is van brandstichting. Daar zijn ook al beelden van gepubliceerd. Of dat in lijn is met deze brand, dat weten we niet. Dat moeten we echt nog onderzoeken. En mochten mensen nog bijzonderheden hebben voor deze branden, of camerabeelden of bepaalde verklaringen die ons kunnen helpen in het onderzoek, dan zouden we die natuurlijk graag ontvangen en horen. Het is nog niet bekend wie de eigenaar van het pand is. Er is op dit moment nog geen contact geweest met de eigenaar. De aanleiding van de brand hebben wij ook nog in onderzoek. Ik kan mij voorstellen dat door hetgeen wat wij hier hebben aangetroffen, de eigenaar zich niet direct kenbaar zal maken. Maar uit gegevens weten wij doorgaans wel wie de eigenaar van bepaalde bedrijven zijn. Dus die is te achterhalen. De loods is niet meer te redden. Aan de voorkant zijn zelfs de dwarsbalken die de structuur van het gebouw opmaakten bezweken onder de hitte. Zoals is te zien is de schade behoorlijk groot. Ik schat zelf in dat ongeveer 2/3 van het pand is afgebrand. Er staat ook nog een deel van de loods overeind met een aantal voertuigen erin. Dus dat is de schade.